Uiteindelijk is het gewoon natuurlijk een relatiebeurs. Het is gewoon netwerken wat dat betreft. Het is om elkaar beter te leren kennen en elkaar ook te laten zien wat we allemaal in huis hebben. En dat spreekt mij wel enorm aan, zoals wij hier toch ieder jaar maar weer staan, zeg maar. Ja, leuk. We hebben vandaag al heel veel aanloop gehad, voornamelijk van studenten. Leuk is dat wij informatie geven, maar ook dat we heel veel feedback weer krijgen hoe ze tegen ons als branche aankijken. En we hopen daarmee eigenlijk uiteraard straks ook de medewerkers en de infrabouwers van de toekomst te stimuleren om voor dit mooie vak en dan ook liefst voor ons als van Gelder te kiezen. En het is weer vanouds, zou ik zeggen. Veel relaties voorbij gekregen, dus dan zijn we weer tevreden. Dus hoop dat de komende dagen ook weer volop energie is. Wij presenteren ons als twee overheden, provincie Overijssel en provincie Drenthe, om te laten zien welke projecten we hebben en wat wij doen aan duurzaamheid en circulariteit. Eigenlijk ook de markt uitnodigen van jongens, hebben jullie ideeën? Kom langs. Het was goed bezocht en de reactie van het publiek was heel leuk. Er ontstond een leuke discussie van hey, doen jullie het zo en oh, doen jullie het daarom? Dus dat was wel heel leuk om te zien. En daarvoor zijn we hier ook, om in gesprek te komen. Deels ontmoet je zeg maar de vakmannen, hè, dus de mensen die ook daadwerkelijk werken in het werkveld. Je ontmoet studenten, dus onze toekomstige medewerkers. We ontmoeten relaties, maar ook zeg maar collega's, dus die in hetzelfde werkveld bezig zijn. En leveranciers, voor ons ook belangrijk. En je merkt dat alles toch steeds meer gaat over samenwerken. We moeten samen zorgen voor een goede leefomgeving en een gezonde kwaliteit van de lucht. Dus ja, die hebben elkaar nodig. In mijn beleving hebben we maar één doelstelling, is samenwerken. En dan met alle generaties, met iedereen in deze branche. En dan denk ik dat wij in een branche werken die in de geschiedenis al 2000 jaar alle technische uitdagingen die we hebben gehad, hebben weten te overbruggen. Dus ik denk dat de andere zijn onderwerpen, maar de grootste uitdaging is met elkaar samenwerken. En dan denk ik dat we alles wel aankennen wat op ons pad gaat komen.